Astrobot zit boordevol referenties naar andere games. En daarvan heb je er gegarandeerd een paar gemist. En omdat ze zo leuk zijn, zetten we ze graag nog even voor jou op een rij. En mocht je ze nou al wel hebben gezien, nou, dan kun je daar lekker over opscheppen in de comments. En pas dus op, want deze video is niet spoilervrij. Deze Easter eggs en geheimpjes komen dus uit Astrobot. Maar wist je dat je er al een aantal kunt ontgrendelen in Astro's Playroom? Vlak voordat Astrobot verscheen, kwam daar namelijk een mysterieuze update voor uit. Die verstopte 4 extra bots in de game, met allemaal een eigen raadsel. En als je die raadsels weet op te lossen, worden die bots aan je hub in Astrobot toegevoegd. Zoals je weet kun je in Astrobot items verzamelen voor jouw bots. En die zijn daar zo blij mee dat het extra animaties oplevert. Met ook weer leuke referenties natuurlijk. Het Nathan Drake botje zit bijvoorbeeld lekker op een PlayStation 1 te gamen. En daarop speelt hij niet Uncharted, maar Dude Raider. Zo is er wel meer leuks. Psycho Mantis hangt boven een oude CRT-TV en een PlayStation 1 waarop je het gevecht met hem kunt zien. Als je dan even wacht, zie je dat hij zijn oude trucjes uit de doos haalt en de controller laat trillen. Precies wat nietsvermoedende gamers te wachten stond in deze bossfight uit Metal Gear Solid 1. Sowieso zijn er 2 verschillende versies van Snake te vinden, die zich beide op hun eigen manier verstoppen. Die van deel 1 gaat lekker in zijn kartonnen doos zitten, terwijl diegene uit Snake Eater zich in een boomstam verstopt, een alligator nadoet of insecten zitten vreten. En sommige bots zijn minder lief. Als je de bot van Katamari slaat, rolt hij met zijn plakkende bal over je heen. Ook nog eens goed voor een trofee. Kratos geeft je een klap met zijn ijsbijl en als je wegrent, gooit hij die gewoon achter je aan. Chloe uit Uncharted begint op je te schieten en Spyro steekt je in de fik. Ryu en Ken van Street Fighter richten hun woede gelukkig liever op elkaar af. Die beginnen met elkaar te vechten als je een van de 2 slaat. Ook goed voor een trofee trouwens. En al die bots zijn vaak met een knipoog geplaatst. Zo zitten Joel en Ellie van The Last of Us in het paddenstoelenlevel en is de bot van Shadow of the Colossus te vinden in een level met een enorme robot. Een kolossale robot. Dus weer bijna te zeggen. En ook Astro zelf heeft genoeg verstopte animaties. Als je je controller even niet aanraakt, doet hij verschillende dingen. Zo blaast hij bijvoorbeeld in een memory card of begint hij zelf een potje te gamen. En vergeet ook niet de leuke PlayStation Easter eggs. Had je bijvoorbeeld al gezien dat er soms een PlayStation 1 kabel als loopkabel wordt gebruikt? En in het level Downsize Surprise is er onder een bed een stel muizen te vinden dat van blokjes kaas zit eten. 4 blokken om precies te zijn, in de vormen van een kruisje, een vierkantje, een rondje en een driehoek. Dia. Die PlayStation-symbooltjes komen op veel meer manieren terug. Let maar eens op de regendruppels als ze de grond raken. Ja, dat had je nog niet gezien, hè? En mocht je kometen zien vliegen in de ruimte, dan moet je je schip daar linea recta naartoe sturen. Want die bevatten geheime levels. Die heb je in een paar categorieën. Zo zijn er levels waarbij je retroversies van de vijanden moet verslaan en wat lastigere platformlevels met de PlayStation-symbolen als thema. Ook in de muziek zit heel wat verstopt. In een van de levels baan je een weg door een zingende boom. En die funky boom zingt onder andere over de vogels die zich in hem hebben genesteld. Vroeg in het level kun je aan de tekst eigenlijk al horen dat de eindbaas een stel vogeleieren is. Het level Frozen Meal heeft ook nog een easter egg in de muziek verborgen. Dat is namelijk een remix van de soundtrack van The Cooling Springs uit Astro's Playroom. De game heeft in totaal zo'n 170 bots die uit andere games komen. Daar zitten ook een aantal tussen uit het vroege PlayStation tijdperk. En dat zijn soms wat minder bekende. Die gast met die grote rode oren komt bijvoorbeeld uit de game Devil Dies. Een puzzelspel voor de PlayStation 1 waarbij je over dobbelstenen heen moet lopen. Nog een obscure bot is die met een soort grijze Rubik's Cube op zijn hoofd. Die komt uit de game Intelligent Cube voor de PlayStation 1, waarin ze flink uitpakte met 3D graphics. In de game ren je als een klein mannetje rond terwijl er grote kubussen op je afkomen. In de hub staat ook een mysterieuze badkuip waar je met Astrobot even lekker tot jezelf kunt komen. Maar als je Mr. Mosquito hebt vrijgespeeld, houdt die vrede op, want die hangt rond de badkuip en gaat om je heen zoomen. De befaamde mug komt uit de gelijknamige game van de PlayStation 2 waarbij het doel was om zoveel mogelijk bloed op te zuigen. Een wat onbekendere bot uit de recente game is een witte gloeiende hond. Als je hem in de hub een stomp geeft, wandelt hij vrolijk achter je aan. Dit is de hond uit Humanity.
een game die vorig jaar verscheen. In de puzzelgame speel je als de hond en probeer je grote groepen mensen de juiste kant op te sturen. Over honden gesproken, je kunt nog twee robothonden vinden. Twee producten die Sony echt heeft uitgebracht. De eerste verscheen in 1999 en zou een echte robothond zijn die opgroeit en leert van zijn eigenaar. In 2006 werd de verkoop stopgezet. Maar in 2018 probeerde Sony het gewoon nog een keer. Met een hond die minstens even eng is. Die is nog wel te koop, maar kost je dan wel een paar duizend euro. Ja, we houden het wel bij deze digitale variant. En mochten een witte en donkergrijze katje nog vaag bekend voorkomen, die zijn niet van Stray. Ja, die zitten wel in, maar die herkennen de meeste mensen wel. Deze twee zijn Toro en Kuro. Dat zijn twee officiële PlayStation-mascottes in Japan. De Japanse roots zijn ook terug te zien. Als je Toro een klap verkoopt, laat hij een knapzakje met sushi vallen. En mochten je nog geen Returnal-referenties zijn opgevallen, je kon de Celine-bot al vinden in Astro's Playroom. Maar als je goed oplet, zie je eigenlijk overal dode bots in een spacesuit liggen. Zou het? En de leukste levels in Astrobot zijn die levels die andere games tot leven wekken in Astro-stijl. Mocht je die zelf nog willen meemaken, dan is dit je laatste kans om even een stukje door te spoelen of de video weg te klikken. Het God of War level is een van de leukste levels uit de hele game, met een paar geniale verwijzingen. Als je bijvoorbeeld met Astro Kratos even stilstaat, gooit hij een groene kristal op de grond, die hij vervolgens kapot stampt. En dat is natuurlijk hoe je health regenerate in de recente God of War games. Je kunt in dit level ook 8 groene raven vinden, die je net als in de games kapot kunt gooien met je bijl. Die komen dan in een boom te zitten. En een muurtekening houdt bij hoeveel je er hebt gevonden. Als je ze allemaal hebt, krijg je ook nog eens een trofee. Dit level is met sneeuw bedekt, maar als je door een grot loopt, kun je ook een zonniger stukje vinden. Dit stuk moet de Lost Sanctuary uit God of War Ragnarok voorstellen, waar Angerboda haar verhalen schildert. Net als in Ragnarok zitten hier een hoop wolven en is de voorspelling over Atreus en de mogelijke dood van Kratos daar te vinden. Die ziet er wel ietsje anders uit. In de eerste afbeelding krijgt Atreus een PlayStation van Kratos en in de tweede afbeelding ziet hij een game over scherm met zijn vader dood in zijn armen. Ja, vrij vergelijkbaar met de echte voorspelling dus. De game die Kratos op die PlayStation krijgt is trouwens God of War. Als je Kratos eenmaal in je hub hebt zitten met een item, kun je hem hout zien kerven. Dit is mogelijk een referentie naar zijn dochter uit de vroegere games. Hij heeft namelijk een fluit voor haar gemaakt uit hout gesneden. Het Uncharted level zit ook vol details. Als je de Nathan Drake power-up krijgt, heb je een speelgoedpistool tot je beschikking. En ook al is het een speelgoedpistool, het is wel een speelgoedreplica van het pistool dat Nathan Drake in Uncharted 4 gebruikt, aan het begin van de game, op zijn zolder. De onderzeeër uit deel 1 is ook te vinden. Daar zie je ook twee schedels met groene helmen liggen, om te refereren naar de foute achtergrond van de schippers. De ramen van die onderzeeërs hebben trouwens weer 4 bekende symbolen. En die hoef ik niet uit te leggen, toch? Dan het Horizon level. Die heeft ook wat lekker herkenbare momenten. Het beklimmen van een tallneck bijvoorbeeld. Maar de leukste easter egg uit dit level is het stenen bankje, met het skelet erop. Dit komt rechtstreeks uit Horizon Zero Dawn en het is het lichaam van Elizabeth Sobeck, dat Aloy op het einde van de game vindt. Goed. Nou, dat zijn ze voor vandaag. Het zijn zoveel knipoogjes dat je er bijna oogkramp van krijgt. Maar om in wiskundige taal te spreken, dit is maar een handje knikkers uit de vaas, vol met easter eggs die de game in huis heeft. Van 6 oktober tot 3 november zijn we weer aanwezig in beeld en geluid. Daar keren we de gamewereld van Astrobot volledig binnenstebuiten, zodat je alle details kunt waarderen. Dit is overigens geen volledige expositie, maar wordt onderdeel van het Mediamuseum. Dus mocht je zin hebben in een uitje, kom langs!